Goedemorgen allemaal, deze zonnige vrijdag. Het is dat ik net de deur uit ging, was het om 5 graden. Ja. En het is nu 9:10 op donderdag. Op vrijdag. Ja, in plaats donderdag. Hier, er moet al iemand lachen. Geen donderdag, maar vrijdag 6 april. Want gisteren was het donderdag 5 april. En ik zou zeggen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. En heel veel kijkplezier. Oké, ik ben alweer een tijdje thuis. Kijk, ik heb ook een berggeit. Zien jullie dat? Berggeitje. Ja. Hier. Dus Lady, overigens. Hier al ligt Speedy. Heeft ook zoiets van zoek het uit. Wat is er dan, meisje? Je mag het zo voor de haar eventjes doen. Hé? Nee. Heb je hier nog een drakje liggen? Ook nog. Wat is het dan, Pipo? Hé. Hey. Pipo. Meisje. Hé. Ben je lekker warm? Zo, en toen. En toen. Is het zo? Ja. Ik hou van jou. Maar dat wist je al, hè? Nee. Ja. Ik hou van jou. Wat is het dan? Hey. Wat lief. Hey, Titi. Draak. Heerlijke liefde. Ja, oh gosh, die poesie. Ja, I love you. Ja, ik hou van dit grote kind. En ook voor jou hoor, hey. Hey, meisje. Nee. Dankjewel. Lekkere kussentjes zo, ja. Maar jij vindt toch niks erg? Nee. Nee. Ik snap niet en dat mensen hier in de buurt aan jou vals vinden. Nee, want je bent totaal niet vals, hè? Nee, je hebt er niet altijd evenveel zin in spelen. Nee, nou, dat moet toch kunnen, hè? Nou, daar liep Draakje dus. Jij. Ja. Oude zoek. En net zoals je broer, hè, Foefie. En dat is een oude vent, hè? Je oude broer, hè? Michel, ja. Die mis ik ook wel. Binnenkort wel weer ergens of zo. Volgend jaar of zo. Die andere jaar komt allemaal goed hoor. Ja. Ja, Foefie. Is ook lief, hè, Foefie. Ja.
Je grote broer, hè? En dan zal ik even knuffelen met die andere dame nog even. Even knuffeltijd. Even knuffeltijd, hè? Ja, even knuffeltijd. Zo. Toen was ik weer bij jou aangekomen om te gaan knuffelen. Ja, even knuffeltijd, hè? Knuffeltijd. Niet? Wil jij niet knuffeltijd met mama? Wil jij niet knuffeltijd? Nee. Even knuffeltijd met jou. Oeh, grappie. Moet je grappie doen dan? Moet je grappie doen dan? Nou zeg, kom hier met je pootjes. Kom hier met je pootjes. Kom hier met je pootjes. Niet? Kom hier. Oh, mevrouw is gepikeerd. Kijk dan. Oh, wil je een knuffel? Knuffel. Wil je geen knuffel van mij? Nee. Mietje. Ja, ik moet nog even winnen dat ik gewoon weer met mijn telefoon aan het vloggen ben. Nou, dan denk ik van, nou, ik wil ook nog even knuffel van vrouwtje. Kom maar. Kom dan. Oeh, je knuffel, meisje. Oeh, wat heb jij een grote mond, hè? Wat heb jij een grote mond? Wil je geen knuffeltijd, kusje? Zo. Oeh, knuffel. Knuffelkind. Ben je zo moe dan? Nee, oeh, knuffel. Knuffelen met mama, knuffelen. Oh ja, dat is zo fijn om te knuffelen. Maar mama, ik ben nog jong. Moet ik nou altijd me knuffelen? Knuffelkous, knuffelkontje. Lovely, lovely. Het is een gruwelijk ding. Ik weet soms niet meer wat ze moet doen. Nee. Dat weet je ook soms niet, hè? Nee. Je bent wel lief. Dat klopt echt niet. Met de borrelkolie. Met een vacht en van een bal. Ja, ja. Wat gaan we doen dan? Ga je erbij liggen? Nee. Niet? Dat is mijn camera, hoor, schat. Nee, wil je er weer vanaf? Is goed. Ga jij er toch lekker van af. Ga je daar liggen dan? Hoi. Wat doe dan. Doe maar. 1, 2. Goed zo. Wat ga je doen dan? Wat ga je doen dan? Mama gaat zo even de haar even fatsoeneren. Mama gaat nog zo even oma Ro bellen. Ja, en even de telefoon weer even opladen. Ja, en nog even 1 minuut doorvloggen. 10 minuten. Joepie! Ja, die bak die vindt ze helemaal geweldig, mensen. Echt. Dit en dit is ook een hele grote uitvinding. Echt waar. Ja, daar moet ik nog het dingetje van opzoeken. Voordat je erin vast komt te zitten. Met je bekkie. Ja.
En ik ga mijn haar even fashioneren, wat jullie wel zo meteen kunnen zien. Dat ik dat dus... Oh, wat zie ik eruit bij me. Oh. Kijk, dan ben je dus even buiten aan het lopen, hè. Maar gelukkig heb ik gewoon nog ook schone kleden. Dus dat komt ook wel helemaal goed. Helemaal prima. Ik ga mijn haar even doen. En dan komt het helemaal prima in orde. Toch? Ben je kleine? Oh, daar weer. Tot strakjes. Nou, wie hebben we daar? Kijk, twee meiden vindt het ook helemaal geweldig. Max, hey, ik ga nou niet daar naartoe hoor. Of val je er wel in? Hè? Huh? Ja, oké. Okay. Maar welke vlog vind jij het mooiste van mij? Welke vlog ik het mooiste van jou vind? En de leukste, nee, en de grappigste. Dat dacht ik al, want dat werd mij dus ook namelijk vandaag gevraagd van welke vlog vind jij het leukste? Nou, die heb ik dus ook benoemd. Nee, het is spelen! Nee, maar dan moet je eventjes die lijn wat langer houden. Kijk, dan is het ook niet meer trekken. Oh. Mooie stad achter de duinen. Hallo, en daarbij heb ik een kortere riem dan en jij, hè? En ik gebruik eigenlijk nog maar twee vingers eigenlijk om haar te houden. Dus Max heeft meer ruimte dan en wat zij heeft. Waar stond jij daar net zo mooi, Max? Zo, Max gewoon aan het lijntje. Lady aan het lijntje. En Lof weer even lekker los. Kijk, want dat vindt ze geweldig. Lekker even in het water. Oké, mensen, ik heb een vraag. Lovely is dan de kruising Border Collie Malamute. Maar wat denken jullie? Heeft zij nou de snelheid van een Border Collie of van een Malamute? En de kracht van een Malamute, Border Collie Malamute? Laat even hieronder even weten. Gaat ze achter die eendjes aan in het water? Heerlijk. Geweldig. Doet eigenlijk nooit. Of komt ze er nou weer uit? Ik denk het wel. Lekkere meid, het water uit. Nee. Lekkere schat. Maxie vindt alles wel prima. Lovely ook. Lady ook gewoon aan de lijn. He? En dan kan je ook altijd al aan het lijntje, hè? Ja, aan de telefoonlijn, ja. Ja, precies. En je staat onder curatele, toch, voor mij? Ja, ook, ja. Maar de klas die vroeg ook aan mij of jij mijn en mijn man was. Nee, dat is het niet. Misschien wel jouw mannetje, maar niet jouw man. Nog niet misschien, hè? Nee, doorlopen kleine. Doorlopen kleine. Oh, spelen. Ja, maar dat is leuker. Nou, ga dan even spelen. Ga dan even lekker spelen. Ga niet bij mij in de buurt, dame. Die is pittig en die is knarrig hoor, die kleine. Dat is dus zo weer, hè, Rome? Zo staan. Nee. Als je maar stevig staat. Max is nou net een jaar en bijna een maand.
Maar dat mag hij dus ook niet, hè, bovenop haar gaan staan hangen. Dat is ook van, ik heb de macht over je. Hoeft niet zo kort. Het hoeft niet. Maar niet wat Lovely dus bij een ballady doet. Dat bedoel ik. Bro. Kijk, zoals hoe het nou gaat, dat is leuk. Dit is gewoon echt meer... Zij is even groot als Max. Zo dan. Verdorie, even groot, hè? Je bent nog niet eens een half jaar. Uitkijken voor die... Oké, dat ging goed. Doet ze zelf, hoor. Ja? Ben je nog niet uitgespeeld? Nee, dacht ik al. Zij is gewoon verdorie, bijna even groot als Max. En dan moet ze nog een half jaar worden. You're kidding me? Nee, dacht ik al. Mijn hemel. Nou, Max, die met dat witte kop, met die mooie grote staart, die Roderick aan de lijn heeft. En voor de kinderen die waarschijnlijk gaan kijken, meester Roderick voor jullie. Dat is dus Max en dat is dus een volbloed husky. Die kleine, met in training, dat is dus Lovely. Dat is dus een kruising Border Collie Malamute. En Lady daarentegen, dat is dus een kruising Bedodog Pitbull met een husky erin. Ja. Yep. Ja, kom maar. Lopen, kleine. Kijk, deze meneer die staat dus hier in het park om deze beeld weer een beetje mooier te maken, zullen we het maar zeggen. Compleet. Compleet. Ja, echt hè? Ik heb het netjes gevraagd of ik mocht filmen en dat mocht. Dus dat is wel weer grappig. En na 5 mei wordt hij weer schoongemaakt. Want hij ziet er nou niet echt heel mooi uit, nee. Het is ook een werkje wat je moet doen. Kom eens hier, meid. Kom eens hier. Een beetje dichterop voor jullie. Even kijken. Even kijken. Huh? Nee, is goed. Mooi strijklicht. Ja, echt hè? Kijk. Het beeld wordt weer mooi. Ja. Dan doet het weer. Ja, echt hè? Ja hoor. Hey, bedankt. Ja, okay. Werkt ze nog? Hoi. Nou, mijn meisje ligt lekker op de bank. En Lovely is even lekker bij Roderick. Ja. 1 keer in de week gewoon eventjes een avondje bij hem. Dan heb ik eventjes een knuffelmomentje met Lady. Jij, meisje. Lekker, hè? Knuffelmomentje, ja. Ja. En dan ligt Speedy daar en Draakje door, ja. En ik kijk lekker naar SBS6, de meldkamer. En ik ben ook tevens een spelletje aan het doen, ja. Is ook leuk. Mijn hospice, stal, ja. Mijn ziekenhuis, is ook leuk. Gewoon een keertje wat leuks, gewoon een keertje wat anders. Hé, meisje, oh ja, hey. En hier liggen, meisje. Kan ik nog even lekker 10 minuten gewoon even knuffeltijd op bed doen, hoor. Maakt ook niet uit, hoor. Het gaat allemaal zo lekker snel, hè, deze avonddag weer. Ja, meisje. Ach ja, dus wat ik net al zei. Lovely is lekker bij Roderick. En met Max aan het spelen. Yep, precies.
Dat heb ik nog niet. Nee, ik heb nog geen genoeg muntjes om mijn VIP-zaal te openen. Nee. Dom ding. Ja, uw VIP-zaal, nee, die heb ik nog niet. Nee. Nee. Goh. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Is niet leuk. Dan wil ik wat doen en dan hebben ze het niet. Nee. Is niet eerlijk, zeg maar. Nee. Maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Ik ga even mijn spelletje spelen. Ik ga eventjes de meldkamer afkijken. En dan zien jullie ons zo meteen misschien zo weer terug. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als jullie het leuk vinden, doe dan een... blauw duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter, want dat zouden we leuk vinden. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan alsnog. En, dan, en doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. En dan zou ik zeggen, tot mijn volgende vlog maar weer. Doei! Doei!